Ja, Ruud, voor het eerst sinds de winterstop heb je een volle week richting een wedstrijd kunnen toewerken. Dat moet voor jou denk ik als trainer ook wel eens lekker zijn. Ja, het was natuurlijk behoorlijk intensief. Van wedstrijd naar wedstrijd, hele korte periodes ertussen. Heeft ook te maken met je groep, hè, de belastbaarheid. Nou, dat heb je ook kunnen merken. We hebben niet iedereen kunnen gebruiken. Maar dat is inherent, dus bij elke club. En ja, nu is het, wat je aangaf, normale weken. Waarin je goed kan voorbereiden. Waarin ook spelers dus goed kunnen herstellen. Nou, ik denk dat dat wel weer prettiger is voor de groep, ja. Zondag de belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Dat neemt al best wel wat druk met zich mee. Wat doe jij om die druk een beetje weg te halen bij de spelers? Nou, ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk ook wel is. Je kan wel met de groep ze goed voorbereiden. Door over de komende wedstrijd te hebben. Te kijken naar onszelf. Wie hebben we? Hoe staan we erop? Maar ook naar de tegenstander. Maar ik denk dat het ook individueel is. De ene speler kan daar iets beter mee omgaan. En als we merken dat een speler wat gestrest is of geforceerd is aan de bal, dan zeggen we nou, hou je bij je taken, hou je bij waar je goed in bent. Dat is je vastigheid en het mogen duidelijk zijn dat op de wedstrijddag is er toch een andere druk. Wat voor ploeg is Willem II? Ze hebben natuurlijk een behoorlijke spits, aanvallers. Fysiek sterk daar voorop, maar ze hebben natuurlijk ook nieuwe spelers gehaald. En er zit een andere trainer, dus dat zijn andere ideeën. Dus het is ook moeilijk in te schatten hoe ze dan echt gaan spelen. Maar ja, ik zie het altijd wel als een, zeker vorig jaar, maar een team wat wil voetballen. En een team wat zeker ook zal moeten strijden. Dus dat wordt weer een interessant duel. Welke positieve punten neem jij mee vanuit de wedstrijd van afgelopen week tegen Sparta? Positieve vond ik wel hoe we begonnen zijn. Een uur lang hebben we toch wel redelijk gespeeld. Stonden we vrij goed in de organisatie. Creëerden we niet heel veel kansen, maar zij ook niet. Maar we zijn beter gestart. Het initiatief lag dus niet altijd bij Sparta of zo. Dus aan de bal werd dat sterker. Ook andere jongens stonden in het veld. Ja, dat moet gaan groeien en dat neem je mee, die mentaliteit, om zeker alles te geven. Dan kan je zelfs in de laatste seconde, toen nog met Shaquille, kan je zelfs nog die wedstrijd winnen. Maar dus dat geluk heb je niet altijd aan je zijde. Maar je ziet wel dat we er alles aan willen doen en dat neem je weer mee naar deze wedstrijd, want dat vraagt het gewoon. Je liet tegen Sparta 3 jongens debuteren. Ja. Hoe vond je dat zij het gedaan hebben? Ja, het is niet, op voorhand is het niet makkelijk, maar ik vond wel, Martin is niet heel veel getest, onze keeper, maar stond wel redelijk. Ik denk dat je wel hebt kunnen zien dat Younes aan de bal, zijn ervaring en de rust die hij brengt, dat goed is. Nou, met Bobby, die moeten we wat meer in stelling brengen, vind ik. Kreeg nog wel een tik, dat had ook wel invloed in de wedstrijd, op zijn enkel. En daarnaast, ja, als Tommy zo zijn goal maakt, gelijk al belangrijk is. Ja, dat geeft met zich mee dat er ook goede concurrentie is. Want het heeft ook met andere jongens te maken die er al langer zijn en die het ook naar behoren gaan doen nu. Dus dat wordt ook wel weer leuk. De transfermarkt is in bijna zo goed als alle landen gesloten. Ja. Er zijn spelers gekomen, er zijn spelers gegaan. Ben je tevreden over de selectie, hoe die er nu staat? Ja, ik denk dat we, dat heb ik al eerder gezegd, dat we vrij creatief zijn. Hoe we spelers aantrekken die geen club hebben. Dus dan moet je ze daarin ook helpen, verder begeleiden. Maar ik denk wel dat de club... En als ik er zelf naar kijk, dat je blij mag zijn met de balans die wat meer komt. De evenwicht die er wat meer komt in de selectie. Met de jongens die er al zijn, de jonge jongens.